Er is een scan gepleegd. Mm-hmm. En we komen eigenlijk op rond de 5000 man mm-hmm. die we nodig hebben. Voor de politie? Ja. Dus van 2500? 45, juist. Mm-hmm. En om rekening houdende met de uitstromer, hebben we gemeend om binnen een relatief korte tijd, 4-5 jaar, grote groepen binnen te halen. Natuurlijk verantwoord binnen te halen. We zitten nu op een aantal van 400 mensen die we willen binnenhalen. Mm. Met de bedoeling, als alles volgens planning loopt, dan is het de bedoeling dat deze mensen tot surveillant zullen worden opgeleid. Mm. Dus met andere woorden, deze mensen zullen uitsluitend op straat zijn. 400 tot 400 man ongeveer opleiden om op straat? Ja, en één keer op straat. Ja. Okay. De samenleving wil de politie op straat zien. Ja. Toch veel gereis, daar gaan we daarvoor zorgen. Oké, okay. En die mensen moet u nog oproepen en opleiden? We zitten nu in de eindfase van de selectie. Ja. En de bedoeling is om halverwege dit jaar te starten met de opleiding. Oké, okay. Goed. Dus hopen dat alles volgens planning verloopt. Okay. Binnenkort ongeveer 400 man binnen. Die opleiding duurt hoe lang? Iets langer dan een jaar? Nee, het zal wel iets korter zijn, maar het is opleiden tot surveillant. Dus zeg maar een half jaar ongeveer. Oké, okay. Dus zeg maar over 2022 zien we veel meer grijs op straat. Dat is de bedoeling. Okay.